Beter ben, ja. Sorry, ik had hem nog op mode staan. Nee, 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 nee. Ja, jullie zullen wel gedacht hebben wat ze allemaal zitten vertellen net. Nou, ik zal nog even voor degene die geen lip konden lezen, zal ik het nog even zeggen. De site heeft een paar dagen plat gelegen. Dat was hier inmiddels ook genoteerd. En dankzij Jacob werkt alles nu weer. Het is, geloof ik, was jij vanochtend dat jij mij... Was het gisteren? Oh ja. Zondag, maandag, dinsdag, ja. Dus dat is echt heel vervelend. Maar dankzij de hulp van Jacob werkt alles weer. Dus nogmaals bedankt Jacob. Ik zal nog een keer die duim opsteken, dus dan weet iedereen waarom ik dat deed. Maar als het goed is, moeten jullie nu allemaal wel geluid horen. Ja? Oké. Okay. We gaan met 1 Johannes verder. We zijn vorige keer gebleven in 1 tot met 4, de inleiding zeg maar. Wat is het doel van de brief? Ja, in feite gaat het om dat ze kunnen identificeren wie de ware Messias is en wie de ware gelovig is. Dat is echt heel erg de nadruk in... ze hebben geluid toch? Ja, anders, ik zie geen reactie, maar het zal wel goed zijn. Dat is waar het echt om gaat. Die twee dingen in de Johannesbrief. En dat is in feite ook de grote verdrukking natuurlijk waar het om gaat. Maar Johannes geeft dus een aantal tests om... Ja, het zal zo... Denk bijvoorbeeld aan het onkruid in de tarwe. Ja, dat is... Het lijkt zo op elkaar dat het verschil soms nauwelijks te zien is. Dan moet je misschien kun je dat nog een keer doen met Matthäus 13. Ja, die gelijkenis met het onkruid en het tarwe. Dat onkruid, dat is een bepaald soort onkruid. Dat lijkt heel veel, dat noemen ze dolik. Heb ik ooit een keer geleerd. En dat lijkt ontzettend veel op die tarwe, zeg maar. Dat je het eigenlijk bijna het verschil niet ziet. En dan komen de maaiers en dan zie je dat het tarwe wordt dan bewaard en de rest wordt vernietigd. Maar daarom is het dus die test zo, dat je kan goed onderscheiden. Ja, hij zegt het wel, maar... Is dit ook echt een gelovige? Ja? Is dit ook echt een ware Jood? Of is het een valse Jood? Ja? Nou, oké. Okay. Dus nou, en dan zie je in vers 3 ook, daar heeft hij het over onze gemeenschap. Ja? Dat is de ware gemeenschap. Wat is voor ons de ware gemeenschap? Dat we in het lichaam van Christus zitten. En dan zitten wij in de gemeenschap van zijn zoon. Wij zijn er misschien ons niet zo van bewust, maar heel vaak, dat heb ik vroeger ook al gehad, wordt die gemeenschap verward met dat je gemeenschap met God hebt, zolang je in zijn wegen wandelt. En als je dan daarvan afwijkt, dan is die gemeenschap verbroken. Ja, wij zeggen, je bedroeft de Heilige Geest. Is je gemeenschap niet verbroken? Die is altijd. Altijd. Ik bedoel, je bent eenmaal zijn kind, dus dat wordt nooit verbroken. Dat wordt nooit verbroken. Maar dat wordt dan geleerd. En dan moet je daar weer van bekeren, beleiden en zo. En dan wordt die gemeenschap weer hersteld. Nou, dat is het dus niet. Gemeenschap is, je bent in de positie van de gemeenschap. In het licht ben je dan. Want er spreekt hier ook over. Dus de ware gemeenschap is de kleine kudde. En die kleine kudde, nou, die is in Christus. Nou, dan ben je in zijn gemeenschap. Geldt voor hun exact hetzelfde. Ja? Wat voor ons het lichaam van Christus nu is. Ja? Alle gelovigen, dat zijn Jood en Heiden, die zijn in Christus. Is dan de kleine kudde. En later krijg je dan... Dat weten we ook in het koninkrijk, dat dan heidenen natuurlijk ook gered moeten worden. Maar die komen niet in de kleine kudde. Dat onderscheid blijft bestaan. Nou, we gaan naar vers 5. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen. Dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Nou, daar heb je de verwarring al. Gaat het hier nou over gelovigen of over ongelovigen? Vers 8, 9 en 10 beginnen ook allemaal met indien. Ook, dat zijn ook die tests. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, die wordt ook veel gebruikt. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeeft en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is zo'n voorwaardelijke tekst. Dus als jij je zonden beleden hebt, nou, dan vergeeft hij ze weer. Dus men denkt dat het hier over gelovigen gaat. Het is niet zo. Het gaat over ongelovigen. Indien wij zeggen, dat is namelijk die test. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Die versen die gaan allemaal over ongelovigen, behalve vers
7. Indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Dan zit je in die kleine kudde. Dat is een gelovige. Nou, we gaan dat natuurlijk een beetje uitdiepen om daar goed de vinger op te leggen. Nou, in vers 5 zie je, dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij u verkondigen dat God een licht is. Ja, hij is niet, hij gedraagt zich niet als licht. Hij is licht. En gans geen duisternis in hem is. Dat gaan we even bekijken, want in vers 6 spreekt hij ook over in de duisternis wandelen. In vers 7 spreekt hij over, hij is het licht, ja. Dus wat bedoelt hij nou precies? Je ziet ook het woordje wandelen erbij staan. Daar denken we natuurlijk gelijk aan je dagelijkse wandel, je dagelijkse leven, je doen en laten. Nou, dat is logisch dat je dat denkt. Maar is dat ook hier zo? We moeten het allemaal in de context bekijken. Nou, als eerst even over God is een licht. Nou, in de Bijbel, hij zegt ook, God is een verterend vuur bijvoorbeeld. God is liefde. He, dat is hij. Hij is ook een verterend vuur. Zijn gerechtigheid, als hij dat gaat uitoefenen, nou, dan is het een verterend. Dat kan niet anders. Hij moet altijd de zonde straffen. En hij is liefde. Hij is rechtvaardig en hij is licht. En in hem is dus gans geen duisternis. Dat kan dus gewoon helemaal niet. Nou, en dat zie je vaak beschreven in verband met Israël, dat God een licht is. Kijk even bij mij in Psalm 27, vers 1. Psalm 27, vers 1. En we weten, de psalmen, die zijn voor Israël, ja, die gaan over Israël, die gaan over de kleine kudde, die gaan over Christus. Ze gaan er allemaal over, behalve over het lichaam van Christus. Nou, Psalm 27 vers 1 zien we daar staan. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? Ja, dus Paulus spreekt ook wel over licht, maar echt dat God een licht is, ja. Dat is echt, zie je heel veel in verband met Israël, die dat over God denken. Over de Heer met hoofdletters. Want je ziet hier, Jehovah is mijn licht. Dat zegt David. Kijk een paar bladzijden verder in Psalm 36, vers 10. Er zijn natuurlijk wel meer, maar die gaan we niet allemaal opzoeken. Dit is ook een hele bekende tekst die wij natuurlijk wel kennen. Want bij u is de fontein des levens. En hier zie je, in u licht. Hij is licht en hij geeft dus ook licht. Want in zijn licht zien wij het licht. En toevallig zei een klant vandaag dat nog tegen mij. Dus dat ik het licht had gezien. Gek hè, dat mensen het eigenlijk zeggen. Dus jij hebt het licht gezien. Waar komt het vandaan? Dat betekent dat er dus duisternis was. Ja? Ik zat in de duisternis en nu heb ik het licht gezien. Nou, en in Psalm 84 vers 12. In uw licht zien we het licht, zeker. Zonder hem, zonder het licht, zien wij dus niet het licht, hè. En dan hebben we het natuurlijk over wat voor licht? Ja, geestelijk licht natuurlijk. Het licht dat van God is. Nou, Psalm 84, vers 12. 84, vers 12. Want God de Heere, hè, Jehovah, is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Ja, de Heere is een zon, zie je dan? Een zon is licht. Alleen dit is wel de ware zon, hè? Niet de afgodische zonnen die we overal zien. Ook in de katholieke kerk en allerlei andere. En die schilderijen en iconen, zie je al die kransen, die stralen, dat zijn stralen. Of zo'n gouden ring, weet je wel. Dat is allemaal in verband met de zon. Maar daar spreken we niet over. We spreken hier niet over de zon als de planeet, maar het licht. Hij is licht en een schild. Nou, dat is wat de psalmist zegt. Nou ja, dan hebben we dus het licht. God als God is licht. Nou, wat vragen we ons dan af? Wat is dat licht dan? Nou, dat openbaart zich zowel fysiek als geestelijk. Als wij spreken over, dat de geest mij zal geven, verlichte ogen van het verstand. Nou, dan praten we natuurlijk niet over fysiek licht, dat er in mijn hoofd een zaklamp aanschijnt. Dat is geestelijk licht. Want ik was eertijds onder, ja, duisternis. Dan spreken we over geestelijk. Nou, in verband met Israël, kijk in de bekende tekst in Jesaja 60 even. Jesaja 60, daar zien wij het
eigenlijk allebei staan. Jesaja 60 vers 1 en 3. Dat is de toekomst van Israël. Dus dat licht, ja, als God is een licht, dat heeft voor hun dus... Als wij spreken, ja, God is een licht, waar zouden wij dan aan denken? Als je denkt vanuit Paulus. Ja, ja, God is een licht, maar we hebben niet gelijk connecties. Ja, hij is een licht, maar als je ziet hier met Israël, dan zie je gelijk dat hun denken is oud-testamentisch. Hier heeft alles heeft met hem te maken, zoals hij is in het Oude Testament ook omschreven is. Dus het staat niet zomaar in de Bijbel, hè? Dus 1 Johannes zegt, God is een licht. Nou, dat komt voor hun, de ware Jood, die het woord bestudeert geloof, komt dat gelijk bekend voor. Want het heeft namelijk ook nog een belofte in zich die niet zo lang meer gaat duren als de Heer komt. Want kijk hier, Jesaja 60. Ja, Maarten, bij jou staat er boven de heerlijkheid van wat? Van de kerk, ja. Dat is het dus niet. Daar zie je dus hoe men toen, ja, die vertalers, qua leer zaten, hè, in de vervangingstheologie. Dat zie je dus hierin alleen terug, hè? Niet in de vertaling. Want ze hebben Gods woord getrouwelijk overgezet. Maar goed, maak u op, dat is Israël. Word verlicht. En daar heb je het, want uw licht komt. Johannes zegt, God is een licht. En dat is Jehovah uit het Oude Testament. Uw licht komt, maar we weten, Johannes, dat ook als dat licht komt in Israël, is de Heer Jezus Christus natuurlijk. Uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Zie je, dat licht en de heerlijkheid, de glorie van Jehovah gaat over u op, Israël. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en de donkerheid de volken. Doch over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Hier heb je zowel geestelijk als fysiek licht en duisternis. Fysieke duisternis eigenlijk niet. Het is duister in de wereld. Het is natuurlijk, ze moeten het licht, God is het licht. En de heidenen moeten het licht ontvangen. En waar is het licht? Nou, dat zien ze zelfs, want je ziet hier, over u zal de Heer opgaan. Nou, we hebben net gezien, de Heer is wat? Een zon. Nou, het licht, dat gaat als een zon, gaat op over Israël en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. In Openbaring lezen we ook ergens dat ze hebben de zon, oh, daar komen we zo meteen op. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Denk aan de Heer Jezus, hè? Hij veranderde voor hun ogen. Hoe? Zijn gedaante werd helemaal, zijn gezicht werd helemaal licht. Dat is de heerlijkheid. Heeft u en de heidenen zullen tot uw licht opgaan en de koningen tot de glans die u is opgegaan. Moet ik ook denken aan Mozes, hè? Die in aangezicht tot aangezicht praat en hij moest zijn gezicht bedekken. Want zijn gelaat glinsterde helemaal. Ja, mooi is dat als je dat leest. Maar kijk in vers 19 en 20... De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags. En tot de glans zal u de maan niet lichten. Maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig licht. En uw God tot uw sierlijkheid. Uw zon zal niet meer ondergaan. En uw maan zal haar licht niet intrekken. Want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen. En de dagen uw treuring zal een einde nemen. Zie je dan? Allemaal over de Heer is een licht. En hier spreekt hij over het koninkrijk. Dus ja, als wij nou terug naar Johannes gaan. En we hebben deze paar teksten erbij gepakt. En je leest dat dan met dit in je achterhoofd. Dat hij zegt, dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. Van wie? Van de Heer Jezus. We hebben van hem gehoord. En zij gaan dat verkondigen. En wij u verkondigen dat God een licht is. En er geen duisternis in hem is. Dus als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En wij in de duisternis wandelen. Zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dus als God een licht is, en wij zeggen, hij zegt dus als wij zeggen, in zijn algemeenheid, dat wij gemeenschap met hem hebben, maar wandelen in de duisternis, dan lieg je en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, dan hebben we gemeenschap met de koning. Met andere woorden, dan zit ik in die gemeenschap, dan zit ik in die fijne kudde. Het gaat hier niet over de wandel, het gaat hier duidelijk over de positie dat je in het licht bent. En dan wandel je ook in het licht. Dat gaan we nog even zien. Want kijk, de verkondiging, hè? Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. Nou, je hebt duisternis en je hebt het licht. Dus dat is... Dat zijn dingen die staan tegenover elkaar. Dat weten we. Het licht en de duisternis staan tegenover elkaar. En je weet, we hebben hier lampen aan.
En wat is sterker, het licht of de duisternis? Licht. Licht. Waar licht komt, verdwijnt de duisternis, toch? Dus fysiek licht verdrijft de fysieke duisternis. Want wij kunnen de duisternis, nou, je kan het niet pakken, maar het is, als alles uit is, dan weet je, nou, dit is fysiek, dat is donker, hier kan ik niets meer zien. Nou, ga met me mee naar Johannes. Johannes 1. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. Hè? Dus we weten, Johannes heeft ook het Johannes-evangelie geschreven. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, van de Heer Jezus. Ja? Dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Nou kijk, in de beginnen was het woord, Johannes 1 vers 1. En het woord was bij God en het woord was God. Nou, we weten dat was de Heer Jezus Christus. En in vers 4. In hetzelfde was het leven... En het leven was het licht van de mensen. Dus in hetzelfde, hetzelfde klinkt een beetje onzijdig, maar hij spreekt over hetzelfde, dan spreekt hij over de Heer Jezus, het woord. Ja? Dus in het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Dus als je dat leven hebt, dan heb je ook het licht. Je zou ook kunnen zeggen, hey, als ik dus in dat licht ben, wat ben ik dan ook? In het leven. Zie je, dan praat je hier niet over je wandel, je dagse wandel, je handel en wandel. Het gaat erom, ben ik in het licht of ben ik in de duisternis? Ben ik in het leven of ben ik in de duisternis dat ik verloren ga? Het leven was in Christus. En het licht, kijk, schijnt in de duisternis. Nou, dan zou ik toch zeggen, weg duisternis. Maar dan staat hier... En de duisternis heeft het zelf niet begrepen. Dat wil zeggen, grijpen, greep, bevatten. Niet kunnen overweldigen. Christus heeft zich, hij heeft zichzelf gegeven aan het kruis. Hè? En hij is erop gestaan. Dus de dood is overwonnen, toch? Wie heeft verloren aan het kruis? De Heer Jezus of Satan? De duisternis, hè? Satan. Dus hij heeft het niet begrepen. Je ziet het, maar de duisternis was wel volop aanwezig in Israël. Dat is de situatie van Israël. Het licht kwam er en de duisternis, je ziet hier, het spreekt weer over geestelijk licht. Want weet, als we het licht aandoen, verdwijnt het licht. Verdwijnt de duisternis. Hier heb je het licht, terwijl de overste van de duisternis, die was Heer en Meester in Israël. En Christus liep in Israël wat in duisternis was. Nou, je ziet in Jesaja 60, wat we net lazen, in de toekomst gaat dat licht gaat op in het koninkrijk en is duisternis wel weg, hoor. Nou. En Johannes die getuigt daar dus van, over hem, in vers 6 zien we dat staan. In vers 7, deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Johannes is degene die zegt, beleiden, het koninkrijk is nabij gekomen, bekeer je, laat je dopen. Tot vergeving van zonde. En wat moet je dan ook doen? Je zonde beleiden, toch? Denk dan even aan 1 Johannes, hè? Indien wij onze zonde beleiden. Het gaat om de ongelovigen, die moeten gelovig worden. Hij was het licht, niet Johannes de Doper, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komen in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het licht is gekomen tot zijn volk. Een volk wat in duisternis was, toch? Ja, zeker. Wie was hun vader? Satan is hun vader, zei de Heer Jezus. De duivel is jullie vader. Dat is de macht der duisternis. Hij is gekomen tot dat volk, de verloren schapen van het huis Israël, wat in duisternis was, ondanks dat ze de religie, de godsdienst had, maar dat was een façade. Maar en je ziet het, en ze hebben hem niet aangenomen. Dat wil zeggen, de zijnen, het volk als geheel, heeft hem niet aangenomen. Maar, zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Zie je hier die twee groepen weer staan? Je hebt hier de gelovige Joden die het aannemen. Dat is vers 12. Die zijn dus in het licht vanaf dat moment, want in het licht is het leven en dan ben je dus een kind van God genomen geworden, want je hebt in zijn naam geloofd. En in vers 11, dan heb je degene die hem niet hebben aangenomen. Nou, het licht kwam,
En als je die aanneemt, dan ben je nog steeds in de duisternis. Neem je hem wel aan, dan ben je een kind van God geworden. En vanaf dat moment wandel je in het licht, dan ben je dus in het licht. Ben je een kind van het licht, dan ben je een kind, dan ben je het leven. Dan hebben we het er helemaal niet over van, dit gaat niet over je doen en laten. Dit heeft te maken met gered of niet gered. Nou. Dus je ziet het geestelijk licht tegenover het geestelijke duisternis. Nou, dus Israël was in duisternis, terwijl ze wel zijn volk waren. Ga maar mee naar Johannes 8, vers 12. Wat zien we daar staan? Jezus dan sprak wederom tot hen, lieden, zeggende, ik ben het licht der wereld. Dat is duidelijk. Nu zegt hij van zichzelf. Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Zie je, ze zijn zijn volk, maar ze moeten hem volgen. Dat wil zeggen, wie mij volgt, en wanneer doe je dat? Als je hem aanneemt, als de Messias, dan zie je, dan zullen ze het licht des levens zullen ze hebben. Zie je, allemaal met het licht. Kijk ook in 12 vers 35. Dat komt heel veel voor in Johannes, 12 vers 35. Jezus dan zeide tot hen, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden. Dan spreekt hij over zichzelf, hè? In de derde persoon. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht. Kijk, opdat gij kinderen des lichts moogt zijn. Dus ja, je ziet hier, hij is het licht en dat is er nog maar even. Dus moet je nagaan, als hij weggaat, is het licht ook weg. Nu ook, toch? Waar is Christus? Ja, in ons. Ja, precies. Dus daarom zegt Paulus ook, wandelt als kinderen des lichts. Hier heb je ook kinderen des lichts. We hebben het over Israël. En dat het licht in hun gaat schijnen, in de kleine kudde natuurlijk. Ja? Als ze in hem zijn, dan hebben ze het licht des levens. Dus ja, wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. Want vooral die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Waar spreekt hij hierover? Die in de duisternis wandelt. Een gelovige die ja, in het vlees wandelt, zoals wij dat dan zouden zeggen in de bedenking. Nee, die in de duisternis wandelt, dat is iemand die heeft de Messias niet aangenomen, die heeft niet geloofd in het licht. Waarom leg ik daar zo'n nadruk op? Omdat het over het woordje wandelen in 1 Johannes brengt de mensen op het spoor dat ze denken dat het over een handel en wandel gaat. Maar als je deze tekst erbij pakt, dan zie je heel duidelijk, het heeft te maken met positie van een gelovige en een ongelovige. En de Heer Jezus zegt, en Johannes ook, die spreekt dan over in het licht zijn en in de duisternis wandelen. Duidelijk, daar kan je alleen uitkomen als je dat deze teksten erbij pakt. Dus met andere woorden, Israël, daar gaat het om, is in duisternis. Het volk is in duisternis. In diepe geestelijke duisternis. En het bewijs is ook wel, want wat heeft de Heer Jezus gedaan? Hij is constant met genezingen bezig geweest en de duivel uitdrijvingen. Dus Israël was eigenlijk, dat was het domein van Satan. Zoals Kanaan dat toen was, ja, was ook het domein van Satan. Israël is ingetrokken, want dat heeft daar een hele geestelijke strijd plaatsgevonden, die de mensen, de ongelovigen, niet begrijpen. Want ik kreeg van de week ook iemand die zei, ja, maar God, in het Oude Testament is toch ook het een en ander. Ja, maar dat was allemaal niet zomaar. Ik zei ook al, toen Israël dat land introk, toen was het er wel even beter op geworden. Weet je wat voor bende het daar was? Daar wil jij niet in leven, hoor. Alhoewel, we gaan aardig die kant op. Maar toen kwam het licht met de wet en er gebeurden allemaal dingen waarvan God bij wet verbood dat Israël dat mocht doen, want dat deden de heidenen namelijk daar allemaal. En zo is Israël, toen de Heer Jezus kwam, was hij het licht, want het was in de macht van de duisternis, de geestelijke duisternis. Dus nu is het licht aan, geloof in het licht, opdat je een kind van het licht mag zijn. En dan wandel je dus in het licht, dan wandel je, dan ben je in het licht. En dan wandel je niet meer in de duisternis.
Nou, en dat is natuurlijk in de toekomst, zal dat onder de leiding zijn, dat zijn de kleine kudde, is dan in het licht. Hè? Hij geeft aan hun het koninkrijk. En dat wordt van de leiders van Israël wordt het afgenomen. En daarom zegt Petrus dus ook, ik wil even naar 12 vers 35, 36, naar 46. Dat is ook een hele mooie tekst wat er staat. Vers 46, Johannes 12 vers 46. Ik ben een licht in de wereld gekomen. Opdat een iegelijk die in mij gelooft, in de duisternis niet blijven. Zie je dat als je in hem gelooft, dan ben je uit de duisternis weggenomen. Nou, dan gaan we weer gauw naar 1 Johannes terug. Dus vers 5. Nadat hij dus zegt dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is, komt hij nu met die test. Vers 6. Komt nu de test in verband dat de belijdenis die iemand zegt, geeft, van dat hij een Jood is en dat hij ook het licht gezien heeft misschien, of hij hangt ook de Messias aan, weet ik het allemaal wat hij zegt. Maar dan gaan ze deze test erbij pakken om te kijken of die belijdenis ook oprecht is. Net zoals ik ben vandaag ook bij klanten bezig geweest. En die komen uit de kerk. Die zitten, nou ja, zij niet meer, hij nog wel. Maar in de kerk heb ik ook, wij zaten altijd achter hun. Dus ik ken ze nog van vroeger. Dus ze hebben een heleboel gemeenschappelijke herinneringen aan die kerk. En dominees en wat er gebeurde. Dus dat is wel grappig, leuk. En dan kan je ook over dingen spreken. Maar ja, ik ga ook, ja. Ja, men zegt misschien ouderwets vroeger nog mannenbroeders, maar dat is toch, moet je toch even verder vragen. En dan kom je tot de conclusie dat het dus niet zo is. Maar daar heb ik ook mijn tests voor natuurlijk. Hè? De test bij ons is, ja, wat geloof je? Dat Jezus, dat zei die mevrouw nog tegen mij. Ik zei, nou ja, goed, het is heel simpel. Dus geloof dat Jezus stierf voor je zonde, de Heer Jezus, die aan het kruis geslagen is en voor je is opgestaan uit de dood. Ik zeg, zo simpel, dat is het. Want ja, wat is tot geloof komen dan? Ik zeg, nou dat is het. Dat is heel simpel. Dat is alles. Ja, en dat is het eigenlijk. Ja, maar wie is Jezus? Hé, hey. Wie is Jezus? Ja, met andere woorden, ik ken hem wel. Maar ja, wie is Jezus dan? Ja, ik zeg, de Zoon van God. Oké, maar ja, wie is God dan? Nou ja, dan weet je toch al genoeg, hè? En dan kan je weer verder gaan praten. Maar niet van, ik hoef er niet tegen te zeggen, geloof jij dat Jezus in het vlees gekomen is? Dat hij op aarde leefde? Geloof, dan zegt ze ja. Dat weet ik, ja, dat weten. Snap je? Dus die belijdenis is voor ons nu niet geldig. Voor hun wel. Dat hebben we vorige keer al uitgelegd. Nou, dus je krijgt hier de test of de belijdenis van iemand oprecht is. En wat we hier ook zien staan in vers 6, indien wij zeggen, dus ze zeggen iets. Ze zeggen dat zij gemeenschap met hem hebben. Ja, ik heb ook gemeenschap met God. Maar hij zegt, en wij in de duisternis wandelen. Nou, begrijp het, hè? Niet gemeenschap met God. Ik ben ongehoorzaam en ik wandel. Nee, het gaat over een onongelovige die zegt, ik heb gemeenschap met God. Maar hij wandelt in de duisternis. Dan zegt hij, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Nou, ik dacht, wat is daar nou een mooi voorbeeld van te vinden ten tijde van de Heer Jezus? En ik moest denken aan Johannes 8 vers 33. Dat vond ik nou zo'n voorbeeld ervan. Kijk maar mee. Want zij zeggen dus, ja, als wij gemeenschap met hem hebben. Wat zeiden de Farizeeën? Nou, die zeiden toch ook dat ze God kenden. Dus kijk in Johannes 8 vers 33 bijvoorbeeld. Dan zie je twee belijdenissen van ze. Johannes 8 vers 33. De Heer Jezus zegt tegen hun, in vers 31, tot de Joden die in hem geloofden. Indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordde hem, wij zijn Abrahams zaad, hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Dus met andere woorden, ja, wij zijn toch kinderen van Abraham? We zitten toch in het volk van Israël? We zijn besneden. Hoezo vrij? En wij hebben nooit iemand gediend. Was dat zo? Klopt dat, wat hij daar zegt? Nee, dat klopt niet. Want ze zitten nou onder de Romeinse overheersing. Wat denk je dat in het Oude Testament allemaal gebeurd is?
En ze zijn ook in ballingschap geweest. Maar goed, hier zie je, wij zijn Abrahams zaad. Dus ja, dat is hun belijdenis. Maar kijk ook in vers 41. Want de Heer Jezus zegt in vers 39. Zij antwoordde en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Zie je het? Abraham is onze vader. En, even kijken, waar stond het nou? Oh ja, Jezus zeide tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Kijk, maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, dewelke ik van God gehoord heb, dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uw vaders. En dan zeggen ze tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, wij hebben één vader, namelijk God. Zie je het? Dus we hebben Abraham als onze vader. En we hebben, ja, daar stammen wij natuurlijk vanaf, dat is de aartsvader. Hè. Bij hem is het begonnen, Israël, en de belofte, en het koninkrijk, de belofte, en in uw zaad zullen wij, nou ja, enzovoort enzovoort. De besnijdenis ook. En nu zeggen ze ook, ja, wij hebben ook vader, God als de vader. Nou, dan zegt de Heer Jezus later natuurlijk, ja, als dat zo is, maar jullie zijn geestelijk helemaal niet, hebben jullie God niet als de vader. Nou kijk, dit soort dingen, daar moest ik aan denken, dus als Johannes zegt, indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. Dat zeggen zij ook. Ja? Deze mensen tegen wie de Heer Jezus sprak, wat hebben die gedaan? Die hebben hem aan het kruis geslagen. Zie je? Dus daarom die test, als wij zeggen gemeenschap met hem te hebben en wij in de duisternis wandelen, kijk, dan liegen zij. Ze liegen. Want ze zeggen dat wel. We hebben God als onze vader. Maar ze liegen gewoon. Want ze geloven helemaal niet. En dat blijkt natuurlijk altijd als de Heer Jezus komt. Daar valt het gelijk. Dat is de steen des aanstoots. Hij zegt, ik ben de waarheid. Hij noemt zichzelf op een gegeven moment ook de ik ben. Maar de Heer Jezus zegt, als je mij haat. Wat dan? Wie haat je dan ook? Haat je. Kan je het voorstellen als je deze mensen ziet. Ze doen de wet. Wij hebben een kerk, we hebben dit en dat. En we praten over God. En God is onze vader, en God is goed. Dat hoorde ik vandaag ook nog iemand zeggen. Ja, en God is goed, en dat wil ik, bla 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 bla. Maar als je vraagt over de Heer Jezus, dan moeten ze niet. Dat betekent dat ze God ook moeten. Dat is een uitgemaakte zaak gewoon. En dat zie je dus ook gebeuren. En daarom die test van Johannes die dat zegt. Dus dan liegen zij. Kijk met mij in Openbaring 3 vers 9. Openbaring 3 vers 9. Nou, dat is dus in de toekomst. In de tijd dat Johannes, de 1 Johannesbrief ook geldt. Dat is nu ook hier. Dit zijn de gemeentes in Azië. Toekomstige Joodse gemeenten. En dan zie je in vers 9, 3 vers 9. Zegt de Heer Jezus. Zie, ik geef u enige uit de synagogen des Satans. Degene die zeggen dat zij Joden zijn, en zij zijn het niet. Wat staat er? Maar liegen. En ik zal maken dat zij zullen komen aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. De kleine kunnen dan wel eens verstaan. Hier zie je dus Joden die zeggen het te zijn. Ze zeggen, wij hebben Amen ons de Vader, we zijn toch echte Joden? Wat zei Paulus? Zij zijn Joden? Ik nog meer. Ja? Zij zijn Hebreeën? Wat ik? Ik ben... Enzovoort, enzovoort. Dus dat zeggen zij. Dat zeggen ze ook. En God is onze vader. Maar je ziet hier staan. Dat zij liegen. Je kan het ook in 2 vers 9 zien. Openbaring 2 vers 9. Ik weet uw werken en verdrukking. Dan spreekt hij tegen die gemeente daar. Joden. Koninkrijksjoden. Of de kleine kudde. En de lastering. Degene. Kijk, het is een lastering. Diegenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet. Maar wat zijn ze? Een synagoge van Satan. Wat is een synagoge? Een leerhuis. Zie je, dat ze zijn leerlingen van Satan. Dus opgelet en geblazen. Dus ja, maar Paulus, die zegt toch ook, niet allen die Israël zijn, zijn Israël. Dat is hier aan de hand. Dat is hier aan de hand. En dat moet gezuiverd worden.
Nou, oké. Okay. We gaan weer verder. Dus over die duisternis en die wandel. Nog even vanuit Paulus dan even bekijken hoe hij dat bij ons zegt. En dan in Efeze 5. Efeze 5. Die kennen wij natuurlijk heel goed, die tekst. Maar wat zegt hij daar? Dan zie je ook weer die duisternis, dat het is een positie. Je leven, wat je leidt, in welke sfeer dat is. En het heeft alles met gered en ongered te maken. Efeze 5 vers 8. Want gij waart eertijds duisternis. Zie je, ik was het. En als ik duisternis ben, dan wandel ik in de duisternis. Ik ben altijd in de duisternis. En alles wat ik doe is duisternis. Die ploegt, hoe stond, zegt een spreuk ook weer, die ploegt is zonde. Weet je wat dat wil zeggen? Ploeg is geen zonde. Maar een zondaar, dat wilde jij eigenlijk mee zeggen, alles wat een zondaar doet, ook al doet hij de goede werk, is het zonde. Omdat ze zijn niet in God gedaan. Nou hier dus, wij waren eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heer. En dan roept hij ons op wel, wandelt als kinderen des lichts. Dat is de opdracht, nu ook zo te gaan wandelen. Maar als ik niet wandel als een kind van het licht, ben ik dan geen licht in de Heer meer? Ja, hetzelfde als je zegt, je bent heilig. Nou, hij zegt ook, word heilig, ga een heilig leven. Ben ik nou niet heilig dan, als ik even anders... Ja, ik ben altijd heilig. Volmaakt ben ik altijd. Maar Paulus zegt ook, word volmaakt. Maar ik ben in Christus altijd volmaakt. Ik ben altijd in het licht. Ik ben altijd een kind des lichts. En iedereen die niet in Christus is, is gewoon... Als hij de Heer niet aanneemt, is hij altijd gewoon in de duisternis, wandelt altijd in de duisternis. Ik wandel altijd in het licht. De opdracht is ook daarom, ga nu ook echt in je dagelijks leven ook in het licht wandelen en laat je door hem leiden. En kijk ook in Colossenzen 1 vers 13. Wij waren in de macht van de duisternis. Ja? Colossenzen 1 vers 13. In vers 12 lees ik even, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erf der heiligen in het licht. Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis. Dus ik was ook in die macht van de duisternis gevangen. Dus wij spreken natuurlijk ook over duisternis, zeker. Ja? Want wij waren ook kinderen des toorns, ja. Geestelijke duisternis, waarin in de macht van de duisternis en we zijn over heeft en overgezet heeft in het koninkrijk van de zoon zijnde liefde. Hij heeft mij eruit getrokken uit die macht van de duisternis en ik ben dus overgezet in het koninkrijk van de zoon zijnde liefde, dus in het koninkrijk van het licht, zeg maar. Dus dat zie je ook weer, die positie, hè? Ik ben uit die duisternis getrokken. Ik was een kind van de duisternis. En nu ben ik overzit in zijn koninkrijk, in het licht. Ik ben altijd in het licht. Altijd. Dus ook altijd in die gemeenschap. Nou, en daarom, dat is dus je positie. En nog één tekst, dat is 1 Thessalonicenzen 5 vers 4. Misschien dat jullie daar al aan dachten. 'Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis.' Hey, ik ben niet in de duisternis. Dat praat helemaal niet over van wat je doet. Je bent gewoon niet in de duisternis. Gij zijt in vers 5, allen kinderen des lichts en kinderen des das. Wij zijn niet des nas, noch der duisternis. Dus in vers 8, wij die des dags zijn, kijk, laat ons nuchter zijn. En dan zegt hij, laat ons. Dan komt hij met... wat je moet gaan doen. Dus ja, dus dat woordje wandelen kan een beetje verwarrend zijn, ja. Als ik zeg wandel als een kind des lichts, weten we allemaal, oh ja, dan moet ik als een kind gaan wandelen. Maar in het licht, als ik in het licht in het leven ben, ben ik ook altijd, wandel ik ook altijd in het licht. Maar dan bedoel ik natuurlijk duidelijk wie ik ben in hem. Dus dat is soms wel een beetje verwarrend, en zeker in 1 Johannes. Gaan we terug naar 1 Johannes. Maar als je eenmaal, zeg maar, je focus goed weet,
hoe je moet denken, dan, ja, dan is het ook dan is het duidelijk. Als je eenmaal op een verkeerd spoor zit, dan denk je ook altijd verkeerd spoor natuurlijk. Zeker omdat je vaak, wordt je dat natuurlijk geleerd. Want het grootste, ik denk 99% leest dit over gemeenschap inderdaad met die wandel. En dan moet je dat weer herstellen. En, weet je wel. Maar wij begrijpen dat vers 6 gaat over een ongelovige. En vers... En wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Dat is de ongelovige. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus ook, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Dat is vers 3. Ja, daar zie je dat staan. Kijk. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Met andere woorden, dan ben ik in. Wanneer heb ik gemeenschap met hun? Als ik in die gemeenschap ben opgenomen. En dat is wat vers 7 ook zegt. Dan hebben wij gemeenschap met elkaar. Er staat met elkaar, er staat niet eens bij de Vader en de Zoon. Ja. Dus als ik in het licht wandel, zoals hij in het licht is, dat is degene die is gaan geloven. En dan zie je, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus ja, kijk nog even met mij in Johannes 3 vers 19. Wij doen de waarheid niet. Johannes 3 vers 19. Ja. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Ja, ze hebben het licht niet aangenomen, dus dan zijn ze in de duisternis en dan zijn de werken van de boze. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in, kijk, daar heb je het, in God gedaan zijn. Ja? Dus die de waarheid doet, komt tot het licht. Wat is dat? Dat is tot licht komen, dat is Jezus aanvaarden als de Messias van het volk Israël. Dan doe je de waarheid. Dus terug naar 1 Johannes, dat zie je daar staan. In vers 6 nog een keer. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Hij is niet tot het licht gekomen. Dus hij blijft een ongelovige. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Ik ben de waarheid. Doe ik de waarheid, dan ga ik naar het licht. Ja, en ik geloof het licht. En dan ben ik in het licht. Nou, en dan zit je dus in die gemeenschap. En dan zie je ook het resultaat. Dat het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus ja, dan heb je gemeenschap. Als ze zeggen, wij hebben gemeenschap. Dat is ook zo mooi. Als je het even, nou mooi, ja. Als je denkt aan de grote verdrukkingen. Nou, dan weet je weer, hè. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. En in duisternis wandelen. En ze zeggen, ik heb gemeenschap met God. Maar goed. Wie is die God, hè? En zoals die mevrouw tegen mij zei, ja, wie is God? Stel je voor, je leeft in de grote verdrukking. En dan zegt iemand, ja, wie is God? Nou, dan zegt de ware gelovige, dat is God van de Bijbel. Dat Jezus is in het vlees gekomen. En hij is de ware God. Jehovah en dat is Jezus Christus zijn Zoon. Maar dan zegt die andere persoon, zegt, nee. Ja, kijk eens naar Jeruzalem. Daar is de tempeldienst. Het Oude Testament is veel. En alles is weer in hersteld. Hij heeft een verbond des vredes gemaakt. Hebben we dat vorige week niet gelezen? God zal een verbond van vrede met hem maken. Dat zien we toch allemaal daar in vervulling? Dus, ik heb gemeenschap met God. Dat is mijn God. En dan zie je ook dat ze dat ook geloven. Want als je ook later in de Openbaring leest, wat zie je dan? Wat moeten ze aanbidden? Ze moeten hem aanbidden. En voor wie is aanbidding? Het is alleen maar voor God, toch? Aanbidding komt alleen God toe. Johannes die boog ook voor die engel en die zei, sta op.
Peter zei toch ook, sta op, ik ben ook maar een mens. Aanbidding is alleen voor God. Dat zie je ook met die blindgeborene, geloof ik dat het was. En hij aanbad hem. En Jezus verbiedt hem dat niet. Want hij is God. Ja, zie je? Dus ja, dus zie je maar, indien wij zeggen, omdat er wordt gezegd, mensen hebben gemeenschap met God. Maar er zit ook iemand die zegt, op een gegeven moment, ik ben God, kijk, ik ben uit de dood opgestaan en ik leef. En zie hier, ben ik. Ik ben jullie God. Dus ja. En dan weten we natuurlijk, de test is natuurlijk uiteindelijk dan, hey, wat denkt hij over Jezus? Over Jezus, de Heer Jezus. Nou oké, okay. Dus, en dan weet je dus, als ze dat doen, dan liegen zij en doen de waarheid niet. Nou, dat is uiteindelijk, dat liegen is juist ook, ja, wij mogen ook niet liegen. Maar wat is nou het verschil met het liegen nu? Nu lieg je, ja, dat liegt niet tegen elkaar. Daar ga je de oude mens hebt uitgedaan met zijn werken. Dat is toch van de oude mens. Gewoon liegen. Gewoon liegen. Niet de waarheid spreken. Ik bedoel, tegen jou zeg ik de waarheid niet bijvoorbeeld. Dan lieg ik. Dat is een zonde. Maar als je hier over liegen spreekt, dan spreek je over... Ze hebben de waarheid. Hoe zegt het in Romein ook weer? De leugen. Nou, 2 Thessalonicenzen spreekt erover. Paulus, hè, dat zij de leugen zouden geloven. Die tekst weet u, hè? 2 Thessalonicenzen. En in Romein 1, dat ze het schepsel zullen aanbidden. En niet de schepper. Nou, het schepsel aanbidden, nou, dat is dus de leugen in eigen persoon. Dat is de antichrist, Satan. Want die wil aanbeden worden. En de Heer Jezus zei al, Satan is jullie vader, de duivel. En hij kan de waarheid niet. Als hij de leugen spreekt, dan spreekt hij uit zichzelf. Want hij is, zoals de Heer Jezus de waarheid is, zo is hij de leugen. En ik wil toch even met 2 Thessalonicenzen die tekst. Want dat is er namelijk aan de hand. Paulus profeteert daar dus ook over, hè? Over die tijd. 2 Thessalonicenzen. En dat is eigenlijk vanaf het begin af aan al de strijd. En die komt zeg maar tot een hoogtepunt uiteindelijk in die grote verdrukking als hij daar zit. Want hij denkt dan, nu heb ik het voor elkaar, de hele wereld loopt mij achterna en ik word aanbeden. Want dat is wat hij wil. Wat zei hij tegen de Heer Jezus? Ik zal u al deze koninkrijk geven als je mij aanbidt. Zie je dat? Dat is wat hij wil. De Heer Jezus deed dat natuurlijk niet. Kijk, in 2 Thessalonicenzen 2 vers 9. Hem zeg ik, wiens toekomst is, naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Ze doen de waarheid niet. We hebben net gelezen, hè? Ze doen de waarheid niet. Ze nemen het licht niet aan. Ze nemen de duisternis, de antichrist aan. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Hij is een instrument in de handen van God. Hij weet het zelf niet, hij denkt het zelf niet zo, maar het is wel zo. Want God wil dat de mensen dan een keuze maken. Hij wil het ware Israël wil die hebben in zijn koninkrijk. En nu is het meteen de genade, maar het gaat zo om te gebeuren. Daarom zegt Petrus toch ook, door welke wij... De naam van Jezus, door welke wij moeten zalig worden. Moeten. Ja. Moet nu. Want de tijd is... Het is de laatste kans. En er is maar één manier. Je moet nu door hem zalig worden, Israël. Oké. Okay. En anders is het geloof in de leugen. Nou, oké. Okay. Dus, ik zie het, ik kan nog even, we gaan terug. Daar 1 Johannes 1 vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dus hier heb je de gelovigen. Vers 6 spreekt over de ongelovigen. En vers 8, 9 en 10. Nee, ik zei niet helemaal goed. Vers 8 spreekt hij ook over. Ja, 8 is de ongelovigen. En in vers 9. Hij staat. Oké. Dat is ook de gelovigen. En in vers 10. Dan is weer de ongelovigen. Maar goed. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.
En dat is wat er aan de hand is. Het reinigt ons van alle zonden. Dus ja, dan het bloed van Jezus Christus, even kijken. Ja, het reinigt ons van alle, dat is ook een beetje een vraagstuk over de eeuwige redding, omdat er zijn teksten die er wel eens op lijken te wijzen dat het voorwaardelijk is, de redding. Dus je kan je redding verliezen bij de kleine kudde. Ik geloof dat niet. Ik geloof als iemand in de kleine kudde is, dan is hij voor altijd in die kleine kudde, is hij altijd gered. Dan raakt hij zijn behoudenis niet kwijt. Maar er zijn teksten die soms moeilijk lijken van, als jullie in mij blijven, dan, maar anders. Nou, daar kom ik een andere keer nog wel op. Maar als je hier ziet, hij reinigt ons van alle zonden. Hoeveel zonden is dat? Alle. Dan zijn toch al je zonden weg? Dus ja, hoe valt dat te rijmen? Dat dan, al je zonden zijn weg. Dan ben je verlost, toch? Dan ben je waarlijk vrij. Maar er zijn in dit boek nog wel meerdere teksten. Kijk in 2 vers 12. Ik schrijf u kinderkens. Dat woord kinderkens is ook bijzonder. Daar gaan we het ook nog over hebben. Want de Heer Jezus spreekt ook over de kinderkens. Als hij dat zegt, dan spreekt hij over gelovigen. Want de zonden zijn u vergeven om zijns naams wil. Is dat onvoorwaardelijk of voorwaardelijk? Dat is onvoorwaardelijk. Dat is door het geloof. Ja? Zij wandelen in het licht, ze hebben het licht aangenomen, ze hebben de waarheid gedaan. Ze hebben gemeenschap met de kannen, zitten in de kleine kudde. En dan zie je het bloed van Jezus Christus reinigt hun van alle zonden. En dan zijn ze voor altijd gered. Kijk met mij even in Hebreeën 10. En dan sluit ik af. Hebreeën 10, vers 10. Dat wil zeggen, als je in het licht wandelt, je bent in hem, dan val je dus onder de zegeningen van het nieuwe verbond. En Hebreeën 10 vers, ja, dat is onvoorwaardelijk, dat is gewoon geloof. Net zoals wij moesten ook geloven. Ook onvoorwaardelijk. Ja, de voorwaarde is, wil je gered worden, je moet geloven. En dat is bij hun ook zo. Hebreeën 10 vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond wel alle dag dienende en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmer weer, ofwel nooit kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijn voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Zie je het? In eeuwigheid volmaakt. En ergens anders zegt hij ook, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Door de offeranden zijn zelfs lichaam. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal. Na die dagen, zegt de Heer, ik zal mijn wetten geven in hun harten. En ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving dezelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Je ziet hier dus een aanhaling uit Jeremia 31, het nieuwe verbond. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. En dat zie je met Pinkster ook gebeuren. Bekeer je, laat je dopen tot vergeving de zonde. Dat heeft natuurlijk met de kruisiging te maken, maar ook door het geloof in de Messias, dat hij natuurlijk daar aan het kruis gestorven is voor zijn volk. Nou ja, dan hebben ze vergeving van zonde. En je ziet dat is het nieuwe verbond. Hij zal hun zonden en ongerechtigheden geenszins meer gedenken. Omdat hij heeft zichzelf offerd en het was een eenmalig offerande. En daar is vergeving en dan is er geen offerande meer voor de zonde. Nou, dus dat is dus altijd. Even kijken hoor. Wat zat ik? Nog even. Oh ja, nee, klopt. We gaan naar 1 Johannes terug. We gaan nu, dit was het voor vanavond. Dus nogmaals, we hebben nu 5 tot met 7. Volgende keer gaan we 8, 9, 10 behandelen. Maar je ziet, het is onvoorwaardelijk. Ze hebben altijd, zijn ze dus in het licht. En dat is in het nieuwe verbond. En dan zijn ze in de ware gemeenschap. Dan hebben ze een ware gemeenschap. Ze hebben gemeenschap met elkander. Net zoals wij, als wij in het lichaam van Christus zijn. Ja, ik bedoel,
Je komt iemand tegen aan de andere kant van de wereld die ook in het lichaam van Christus zit. En zegt, hey, heb je erkenning? Want we zitten allebei in diezelfde gemeenschap. Het lichaam van Christus. En zo hebben zij dat dan ook met elkaar. En dan uiteindelijk ook met de Vader en zijn Zoon. Dat zegt Johannes niet voor niks in vers 3. Met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus niet alleen apart de Messias, Jezus of de Christus, of met God. Nee, met elkander en met de Vader en met de Zoon. Dus dat, ik hoop dat dat duidelijk is nu. In dit geval, dat je heel goed moet opletten. Waar praat je over? Praat je over de positie of praat je over hun wandel? Ja. Het is wel zo, als jij in de duisternis bent, wandel je ook altijd in de duisternis natuurlijk. Nou, ik hoop dat dat duidelijk is. Zullen we eindigen? Ja, Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten om rondom uw woord vergaderd te zijn. En ook uit de brief van Johannes te lezen. En we zien ook de verbanden, Vader. Vader, dat als u het licht genoemd wordt, dat dat vooral voor Israël een betekenis heeft. Omdat we zien daar heel veel verwijzingen naar in het Oude Testament ook. Maar Vader, wij zijn ook kinderen des lichts. Dat weten wij. Want u bent onze Vader door de Heer Jezus Christus. En wij zijn ook in Hem. En wij zijn daardoor ook kinderen van het licht. Wilt u ons ook helpen, Vader, om ook als kinderen van het licht ook echt te wandelen? Kinderen die zijn overgezet in het koninkrijk van uw Zoon, vanuit de duisternis in het licht overgezet. En dat we ons door uw woord laten leiden, telkens weer, Vader, in de gehoorzaamheid des geloofs. En dat vraag ik voor ons allemaal. En dat dank ik uiteraard in de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Goed, dat was het voor vanavond. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie allemaal weer gesterkt zijn geworden door het woord. En ik zou zeggen, voor de aanstaande dagen wordt weer gesterkt door zijn genade. En we weten waar dat te vinden is, in de brief van Paulus. En door dat te lezen, kunnen we de hele Bijbel begrijpen. En ik geloof dat Paulus zegt dat de versterking is, hem nu die machtig is u te bevestigen, naar mijn evangelie, in de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid. Maar nu geopenbaard is. En door de profetische schriften. Maar die lees je dus via de bril van Paulus. Want ja, je kan alleen de brief van Paulus hebben. Maar ik geloof dat je hebt de hele Bijbel nodig. Ja? Want al de schrift is nodig. En ook door leidzaamheid, vertroosting van de schriften, hoop zullen hebben. Ja? Want je moet toch ook de schepping weten. Je moet ook de kruising weten, de evangelie, dat soort dingen. Dus ik zou zeggen, word gesterkt in de genade en allemaal tot ziens, tot de volgende keer. En de groeten vanuit Sarslijn. Tot ziens.